Een hoogdrukgebied in onze omgeving zorgt voor rustig weer. Er komen wolkenvelden voor, lage bewolking in het noorden en middelbare en sluierbewolking bewolking in het zuiden. In het zuiden betekenen die opklaringen lagere temperaturen vanavond en vannacht. In het noorden van het land onder een warm dekentje van dikke bewolking koelt het niet heel veel verder af dan een graad of 4. En dat terwijl het in het zuiden van het land vannacht licht gaat vriezen. Op de koudste plaatsen daalt de temperatuur naar ongeveer min 3 graden. Vannacht en morgen wint die bewolking dan steeds verder terrein. Morgen schijnt in het zuidoosten van het land wel eerst even de zon. Maar uiteindelijk wordt het overal grijs en neemt de kans op wat lichte regen of motregen toe in het noorden en het noordwesten van het land. De temperatuur ongeveer 5 tot 7 graden. In het weekend houdt het grijze weer stand. De wind neemt een kracht toe, wordt dan meest westelijk en matig tot aan zeevrij krachtig. De RSO kans op motregen, met name op zaterdag in de noordelijke helft. En de temperatuur komt dan op uit op zo'n 7 tot 10 graden. Na het weekend is het weer wat vaker droog, met mogelijk wat zon.